en lineair verband. Dat is een rechte lijn. Mocht jij een lineair verband hebben getekend die geen rechte lijn is, dan heb je dus ergens een foutje gemaakt. Misschien heb je op de assen niet overal dezelfde stappen gebruikt. Of heb je ergens een rekenfoutje gemaakt in je tabel. Let er dus op, lineair, rechte lijn. Dat lineaire verband dat bestaat uit vier elementen. Namelijk, wat er uitkomt uit het lineaire verband, dat zetten we voorop. Dat noemen we even i. Wat we in het lineaire verband stoppen, de variabelen, die noemen we x. Dat is in. Dus i is uit, x is in. Voor elke stap die x eentje omhoog gaat, daarbij neemt de formule toe. Dat noemen we a. En a is de helling. Dus als x eentje meer wordt, neemt die toe met de waarde van a. Dus die waarde staat hier. Dit noemen we ook wel richtingscoëfficiënt. Een mooi woord. Ten slotte hebben we nog een startgetal. Dat noem ik even b, de beginwaarde. Startgetal. Uit deze vier elementen bestaat jouw lineair verband. Als je de formule hebt overgenomen met al zijn betekenissen, dan gaan we nu verder naar de tabel. Ik heb de formule hier weer even opgeschreven. I is het hellingsgetal keer wat je erin stopt plus het startgetal. Nou, een tabel die kun je met de losse hand tekenen op je ruitjespapier. Dan wordt het nog steeds netjes. X, wat erin gaat, zetten we boven. I, wat eruit komt, zetten we beneden. Dus dit is de uitkomst die we steeds gaan berekenen. Nou, ik heb hier als voorbeeld genomen 0, 1, 2, 3. En 0 gaan we invullen in de formule. Als we 0 invullen in de formule, dan komt hier 0 te staan. Nou, het hellingsgetal keer 0 wordt 0, dus dit valt helemaal weg. Houden we over het startgetal. Als x eentje groter wordt, komt er dus eentje bij, dan krijgen we het hellingsgetal keer 1 plus startgetal. Dan wordt dit dus groter ten opzichte van de vorige met a. Dus er komt a bij als x eentje hoger wordt. Dus hier komt te staan een startgetal plus a. En als we van twee stappen verder gaan, krijg je twee keer het startgetal. Of twee keer het hellingsgetal plus b. Dus dan krijgen we 2 keer het hellingsgetal plus b. Een beetje slordig opgeschreven. En als we 3 keer x hebben, dan krijgen we 3 keer het hellingsgetal plus b. En dan zien we die vier elementen zien we weer terug. In, uit, x, y, startgetal, daar waar x 0 is. En de helling die er steeds bij komt. Neem dit ook over in je schrift. Als derde stap heb ik de grafiek getekend, weer van het lineaire verband. De x-waarde die is horizontaal, dat gaat erin, dat is de variabele. De y staat verticaal, dat is de waarde die eruit komt. Nou, als x is 0, dan beginnen we bij het startgetal. En die zit dus hier, op de verticale as, daar waar x 0 is. Daar start de grafiek, bij de waarde die daar staat, en dat noem ik nu even b. Nou, als ik nu eentje verder ga, dus 1 opzij, zo, 1 opzij, dan gaat hij met a omhoog. Dus 1 opzij, zo getekend, en dan gaat hij a omhoog. En dan doet hij overal hetzelfde. Het kenmerk van een lineaire verband, bij elke stap komt er steeds hetzelfde bij. Dus hier zit mijn hellingsgetal. Neem dit ook weer over in je schrift. Het kan natuurlijk ook zijn dat a negatief is. In dat geval heb je een negatieve helling, dan daalt je grafiek. Zorg ook voor dat de assen even groot zijn, dus pas je schaal aan. Het kan natuurlijk ook zijn dat de lijn, dat je die naar links moet tekenen, daar waar x negatief is. Dat heb ik nu niet getekend. Want deze lijn loopt natuurlijk oneindig lang door. En afhankelijk van de situatie waarin je zit, teken je dat gedeelte wat je nodig hebt. Succes met de opgave van paragraaf 1. En als je in de les komt, dan gaan we je werk nakijken. En vergeet niet
om vragen te stellen.